Hey jongens, het is inmiddels donderdag, woensdag 5 december, Sinterklaas net gevierd. En nu ben ik hier even met Maaike en Ruup. Er is dus een douchewand geleverd vandaag, want je moet 24 uur acclimatiseren. Dus het is nu eigenlijk al te weinig, maar dat kan wel. Want Ruup kon het natuurlijk helemaal niet eens eentje tillen vandaag. Dus ik heb met de buurman gevraagd om te helpen. En toen was het echt in 10 seconden getild. Hier zit Maaike. Hallo. Je zit nu in mijn verhuisvlog. Dat is een speciale vlog. Ik moet slapen. En hier is Ruben. Twee van deze. Oh, dat vind ik heel leuk. Leuk, hè? Theedoek. Ik ben zo benieuwd. Maar laat ze een beetje dicht, want dan is het ook duidelijk met die handleiding en zo. Oh ja. Ik kom nu weer eruit. Spannend, zeg. Glas. Hij is echt enorm hoog. Wat een weer. Moet je het uitpakken halen of niet? Nee, gewoon nu eens op tempo. Oh, dan kan ik deze meteen weggooien. Ja, doe gewoon maar van één keer. Gaat in zijn bus. Oké, nou, dat was het enige, top. Goedemorgen jongens, het is een donderdag. Ik heb even net mijn haar gewassen. Het lijkt donker, is leuk. Soms als ik het zo zie, denk ik, kort is echt leuk. Maar iedereen zegt lang. Ik vind het lang ook wel chill nu. We moeten alleen naar de kapper gaan, daar gaat het nu niet over. Het is nu 10 uur. Tussen 11 en 12 komt 12 en 1. Komt vaatwasser, dus dat is een hele chille tijd om te weten. Plus ik word een kwartier van tevoren gebeld. En tussen 11 en 3 komt de bank en dan word ik ook een kwartier van tevoren gebeld. En het is nu 10 uur, ik ga nu snel naar de Maxis. Ik moet even biertjes halen voor vanavond voor de jongens. Even melk omdat ik koffie wil maken. Maar ook vooral verhuisdozen. Ik neem even een Ruben stofzuiger mee, want stofzuiger die wordt steeds heel laat geleverd waardoor ik het niet red. Dus vanavond komt hij ook waarschijnlijk weer precies als we hier bezig zijn met de bus inladen. Dus dan ga ik even zuigen. Kleed komt. En H&M bestek komt, maar ik weet niet hoe laat. Daar blijf ik in ieder geval niet voor thuis. En Lin zegt, als je een badkamerkast wil, koop die ook vandaag. Want dan kan Frans ook met Ruben dat vandaag in elkaar zetten. Dus mocht de bank een beetje bij tijd komen, en hopelijk niet pas om 3 uur, ga ik ook nog even snel naar IKEA. Want ik moet dus ook om 5 uur hier klaarstaan met alle spullen die de bus in moeten. En ik moet alles nog inpakken. Ik ga niet alles nu meenemen hoor, want ik ga ook niet meteen nu daar wonen. Maar wel de belangrijkste dingen. Dus ik ga nu snel er vandoor jongens. Lekker joggingbroekje aan, weer mijn monkey trui, echt... Love the ding. Doei. Koele waterkoker. Zo ziet het er nu uit. Hier ben ik aan het wachten tot hij komt. Wow. Ik vind het wel een beetje vervelend, want het is nu al een half uur later en hij is maar een klein kwartiertje. Heeft ze nog een oude? Nee. Ik hoop dat het zacht mag uit. Haak hem allemaal naar binnen. En toen was het. Oh, wat erg. Het is. Daar gaat hij. Het is 11 uur 57. Over 1 minuut zouden ze kunnen komen. Dus ze zijn echt top op tijd. Maar als je kunt rekenen, besef je wel dat het veel te lang heeft geduurd. Hij past ze niet. Dus hij heeft voor mij al deze tegels eruit lopen slaan. En hierboven komt toch een kooplaat, dus dat zie je niet. Maar als ik dan hier weg ga, ooit weer, moet ik het even netjes afwerken. Ik zie wel dat deze gebarsten is. Ja, ik heb maar Linda gebeld, want Ruben nam niet op. En die zei van, ja, doe het maar gewoon. Hij steekt dus wel heel erg uit. Maar dat komt dus door dit. Kan die nog wat verder naar achter? Oh, kijk, dit is wel jammer. Hij zei, ik ga die er niet uitslaan, want het gaat toch niet passen. Maar er is nog veel meer ruimte hier. Dus eigenlijk zou ik die er zelf misschien nog uit kunnen slaan. Dat is wel weer jammer. Maar echt super aardig van ze. En hij kan ook gewoon goed open. Hallo. Ja. Ja, dat is goed. Yes. Eerste deel is, hij zegt dat dit het kleine deel is. Oh Linda, waar is nou mijn cameralens knopje? Kijk het stofje jongens. De bank is gestoord mooi. Hij zit echt nog mooier dan op beeld. Hij zit wel hard, moet ik zeggen. Gelukkig vind ik dat best wel oké bij een bank. Deze stof is gewoon, jullie kennen mij, ik heb iets met stofjes. Het is net zo zacht als mijn trui. Hier wil je echt in wonen. En het lounge gedeelte is echt mega lang. Ik twijfel nog of ik misschien toch... Ik had hem besteld in eerste instantie om hem zo te zetten. Als een zithoek daar. Ik wil toch wel even zien hoe die staat als ik hem draai. En het kleed twijfel ik er over. Ik heb hem even opgerold. Maar in ieder geval, hij is niet te groot. Kijk, er is echt genoeg ruimte. En hij staat heel goed. Maar
Ik ben toch nog even benieuwd hoe die omgedraaid staat. Ik ga even kijken. Ja, jongens, ik vind dit dus huiselijker. Ik ben heel benieuwd wat Lynn nu gaat zeggen. Je kunt er prima, die stomme tafel moet nog weg, maar je kunt er makkelijk langslopen, weet je. Ik vind het zo gezellig, zo'n hoekje hier. Dat is ook wat ik wilde in eerste instantie. Ik ben benieuwd wat ze gaat zeggen. Oh ja, ook leuk. Yay! Geen kast erbij. Hoeft ook niet. Ja, daar een lang tv-meubel, want weet je, dan heb ik ook wat meer ruimte wat ik kwijt kan. Ja, Ruben haat het tv-meubel wat wij nu hebben. Misschien kan ik die wel overnemen. Want dan kan ik, en dan kan daar misschien een lange spiegel. Of zo. Of nog wel gewoon hier. Oké, het is echt heel mooi. Dit is alleen een beetje irritant. Ik heb hem al heel ver onder de bank geschoven. Misschien moet ik hem nog verder hier onder de bank schuiven. En juist wat verder naar voren. Wat vinden jullie van het kleed? Ik heb nog een beetje twijfel erover. Ik vind het wel heel cute, maar het ziet er in ieder geval echt super gezellig uit zo. Het is 4:15, over een uur zijn ze er. Dit staat er nu, dit zijn eigenlijk de belangrijkste meubels. Dit. We kijken even dit, hoe erg. Oh, dit gaat echt heel lang duren. Ik ga morgen echt nog heel vaak in mijn eentje op en neer moeten rijden. Oh. Ik heb de verdrietige momenten nog helemaal niet gedeeld, maar dit zal ik wel even gewoon delen. Ik heb even de berging aan het opruimen. Kijk nou naar deze mok en ik dacht echt, ik wil deze echt niet meenemen, weet je. Want dit is echt gewoon, deze hebben we samen gekocht in Frankrijk. En dit is echt gewoon Bobby en Noah en Ruben, alles zit in deze mok. Maar dan denk ik, ik wil hem ook weer wel meenemen, weet je. Want we hebben zoveel leuke herinneringen samen. En het is echt niet zo dat ik die moet vergeten of iets. Maar zo het huis leeghalen maakt het wel echt moeilijk. Ook al sta je erachter, het is... Jongens, hele busje is ingeladen. Alles zit erin. En een paar dingen. Lin zit hier in de auto. Frans gaat rijden. Top team. Oh, en ligt de Franse kaas in de auto. Ruben dacht dat ik ga puffen. Ruik je? Erg. Ik dacht voor ons met een doosje. We zijn echt weer super snel. Ik denk ik film even, want we gaan zo snel. We zijn al helemaal alles aan het uitladen. En Lin is even echt aan het helpen, want kijk, dat is te rommelig. Zei ze, nou zet het dan daar neer. Ja, ik twijfel nog over de salontafel. Ik denk eigenlijk dat het kleed weg moet, als ik heel eerlijk ben. Ja, Lin, ik denk het echt. Ja, het maakt het zo druk, maar ik heb de verpakking al weggegooid. Oh, ik denk dat die ook best wel nog blijft. Nou, oh, chillen waterkoker, is die hier? Ja, het is te veel. Kijk, hier hebben we nu allemaal dingen die erboven moeten, maar ze hebben bovenruimte nodig. Dit komt hier dan met een spiegel. Zou je hem in het midden zetten, niet tegen de muur? Eeuw, ik ook. Maar ik vind het lelijk dat er dan ruimte naast zit. Ik denk dat ik dit niet zo mooi vind, Lin, dit kastje. Nou, jij wel? Het eerst even... Want weet je waar die echt mooi is? Heel mooi. Kijk, hier. Tegen die kop aan. Maar dan moet je de bank dus draaien. Daar stond hij echt heel mooi. Daar tegenaan. Oh ja. Yeah. Misschien moet ik hem toch nog... Ja, dat is niet te groot, hoor. Oké, we hebben inmiddels gegeten. Ik weet echt niet wat het is. Oh, het is nu pas 8:00. We zijn nog steeds boven bezig. En ik werd gewoon gek, want het was een heel gezellig sfeertje, maar het huis leek zo... Ja, wat vond ik nou precies? Ik weet niet. Ik dacht, ik moet de bank terug en zo. Zei ik, laten we één keer kijken, want Lin wist zeker dat het zo moest eigenlijk. Want wat het is gewoon heel huiselijk zoals het net stond. Maar ik zei, laten we één keer kijken als we hem wel draaien. Nu is hij dus wel gewoon mooi. En het is misschien iets minder gezellig, maar eigenlijk, nu bestaat die salontafel ook gewoon mooi. En nu is het gewoon goed. Kijk, nu lijkt het huis gewoon veel ruimer. Het echt lijkt veel ruimer, ja. En nu vind ik dat ineens ook niet meer zo druk. Dit was echt de oplossing, dus ik ben nu best wel blij. Ze zijn iets hoger. Ja, iets omhoog. De middelste. Oh, maar hij zit helemaal goed van binnen. Klusser. Eeuw. Het is moeilijk hoor. Het is leuk die posters, maar het is wel echt moeilijk. Wow. Ik ben helemaal kapot.
Deze stoelen staan er weer hier. Niet echt mooi. Eeuwig dankbaar. Frans en ik moeten morgen gewoon werken. Ik heb morgen dus mijn verlofdag. Maar ik heb er zelf voor gekozen om alles vanavond te doen. Want vanavond het busje hadden ze vanavond echt super hard gewerkt. Maar morgen nog natuurlijk genoeg te doen. Ook even naar de IKEA. Maar nu... Ik dacht zeg maar met vermoeidheid, als je eventjes weer hebt gezeten, kan je wel weer. Maar we hebben niet echt gezeten trouwens. Maar kan niet meer. Ik ben helemaal kapot. Ik ga zo lekker slapen. Douchen slapen. Ik heb zoveel spullen geshowt. En we hebben de hele avond gewerkt. Het is nu 10:30. We hebben niet stil gezeten. Die mannen hebben gewoon 4 uur over de douche door gedaan. Ik moet nu alleen nog gekit worden. Het is super mooi. Ik ga het jullie morgen laten zien. Wij gaan nu douchen en slapen, denk ik. Hoe moe ben jij, Rup? Niet normaal, hè? Ik heb mijn tijden niet zo vermoeid gevoeld. Maar ik denk dat ik me morgen wel heel lekker ga voelen nu. Gewoon echt gesport. Alsof ik super intensief heb gesport. Ook wel weer een keertje lekker. Ik kan niet meer. Ik ga nu ook stoppen. Doei jongens. Oké, ik ben bij het servies en zo. Ik wilde dus die graag kopen. Maar toen heb ik het toch niet gedaan. Maar ik ben me heel erg aan het inhouden. Want ik moet echt niet te veel kopen. Ik heb 4 borden. 4 borden. En ik heb... Ja, ik vind 4 wel een goed aantal. Hele leuke wijnglaasjes en de glazen die we nu ook een beetje hadden in het lang. Maar eigenlijk is het misschien al te veel, maar ik vind het wel heel leuk. Jongens, kijk hoe ik nu door de IKEA moet lopen. Mijn hele kar onderin zit vol. Ik weet niet of ik het ooit ga scannen. Dus ik moet nu zo lopen. Echt niet te doen. Mag ik dit ooit allemaal tellen? Hoe ga ik die onderkant nu scannen? En ook die bovenkant. Dat is niet zo handig. Ik kan ook niet met 2 karren lopen. Waarschijnlijk ben ik weer de enige die dit vindt, maar... Ik schrik er soms gewoon een beetje van hoe niet behulpzaam mensen zijn. Het hoeft niet, maar ze zien echt, nou, 100 mensen wel hebben mij zien struggelen met die kar, toch? Ik krijg hem nu over een drempel, niet door de deur heen, het lukt niet. Stelletjes, iemand in zijn eentje met gewoon niks in zijn handen, staat gewoon rustig te wachten. Ik zou direct zeggen, kan ik je helpen? Ik zou naar iemands auto meelopen, gewoon niks. Je ziet een meid, zie je gewoon super echt struggelen om iets in haar auto te krijgen. Je staat hier gewoon met je mobiel achter te kijken. Ik snap dat niet, dat je dan niet even zegt, zal ik je helpen? Het zit erin, maar ik weet niet of ik kan wegrijden nu. Want het is een beetje gevaarlijk. Oh, dat was niet de bedoeling. Dit kan niet echt. Het is wel heel gevaarlijk als je het tegen je kop krijgt. En als dit gaat vallen... Je moet gewoon heel voorzichtig rijden, want als het schuin tegen je hoofd gaat, dan... Wow, ik ben bezweet. Het was best wel zwaar, jeetje. Ik ga even Lotte vragen of ze het leuk vindt om morgen samen die kast in elkaar te zetten. Ik denk dat ik alles wel gewoon zelf naar boven ga tillen nu. Hoe laat we dingen gisteren met z'n 4 hebben gedaan. Het is best wel veel werk in je eentje. Ik heb zoveel dorst. Dat doe ik echt nooit. Maar ik heb een Cola Zero Medium zonder ijs besteld bij de McDonald's. Ik sta hier in een McDrive. En dit zit nu hier. Dus bij elke bocht doe ik zo. Het is echt wel een luxe dat ik al dingen samen met anderen heb gedaan hoor. Want vroeger deed ik dingen altijd in mijn eentje. Maar eigenlijk is dat veel minder chill. Maar ja, ik had ook gewoon kunnen wachten tot iemand me ging helpen. Maar ik wilde het nu doen. Want ja, het is natuurlijk mijn verlofdag vandaag. Oké, het is nu 7 uur. Ik heb net in 5 keer lopen alles erboven gevuld. Alleen nog even mijn laptoptas. Want ik moet steeds mijn weefvlog editen. Het is vrijdag en zaterdag is het online. En een gordijn voor op de deur en mijn tasje. Maar dat kan ik nog wel tillen. En dan ga ik nu lekker naar boven. Ik heb echt geen honger, dat is wel top. Die sushi vult echt goed, dus dat is gewoon mijn avondeten. Dat is prima. Ik drink echt nooit meer frisdrank, maar dit is lekker. Oké, nu is het denk ik even shoplog tijd, want ik heb wel echt heel veel leuke dingen gekocht. Maar waar doe ik dat?